28 junioren zijn aan de start verschenen en die mogen onmiddellijk baggeren in de modder. Een koproep van 4 bepaalt de koers. Sieben Wouters is erbij, Stijn Kaluwe, Jelte van den Driessen en Vincent Peters. En dan zijn er ook strobalen opnieuw op het parcours zoals in de goede oude tijd in Nîmes. Dan is dit een beeld uit de laatste ronde, de wissel met de kopgroep door de materiaalzone. En dan gaat de beslissing vallen, jawel, over de stroobalken. Hier krijgen we Vincent Peters aan de leiding. Hij springt erover, over de stroobalken, achtervolgd door Stijn Kaluwe. En dan is het een duel tussen die twee. Kaluwe probeert nog in de buurt te komen van Vincent Peters. Maar er is niks aan te doen. Deze Vincent Peters boekt zijn eerste overwinning van het seizoen. Kaluwe, Stijn Kaluwe wordt tweede. Sieben Wouters is derde. Geen Mathieu van der Poel vandaag in Nîmes. Die start morgen in Ammer-Zogo. Dus is dit het podium, de 3 topjunioren van de dag. Winnaar van de dag, Vincent Peters. En dan bij de vrouwen een duel tussen deze Nikki Harris, bronzen medaillewinnares van het voorbije EK in Ipswich. Nikki Harris op de Ruppeldijk met een voorsprong op de eerste achtervolgster. En die eerste achtervolgster die komt dan uit Nederland. Reza Hormus Ravenstein moet ploeteren in de achtervolging op deze Harris. Een slampartij. En dan moeten de rensters vaak van de fiets. Kijk hoe ze hele lange loopstroken voor hun rekening moeten nemen. Reza Hormus Ravenstein zal het worst wezen. Zij gaat tevreden naar die tweede plaats baggeren. Dan is dit het duel voor plek 3 tussen Ellen van Looy en de vrouw met startnummer 15, Gita Michiels. Harris over de strobalen. Probleemloos. Strobalen opgesteld langs de VIP-tent. En dan gaat Nikki Harris wellicht weer winnen. Ellen van Looy gooit ondertussen Gita Michiels los en is op weg naar de derde plaats. En dan hier het overwinningsbeeld. Winnares Nikki Harris, zij is de beste vandaag in Nîmes. Haar derde overwinning van het seizoen na Neerpelt en Ruddervoorde. Reza Hormus Ravenstein is een tevreden tweede en een gelukkige derde Ellen van Looy. Zo liep de wedstrijd bij de vrouwen af en zo staan ze op het podium. Nikki Harris, tweede al op de Koppenberg, brons in Ipswich, derde zege van het seizoen. Hopelijk gaat die start goed. De lichten op rood. En dan minder dan 5 seconden en dan zijn ze vertrokken. Snel op groen en zonder problemen. Iedereen weg, Paul. Ze zijn allemaal goed weg, dus maar ze gaan er binnen de kortste keren helemaal anders uitzien. Hè. Dus renners krijgen een heel zwaar parcours. Het grootste deel. Problemen daar in de achtergrond. Ja. Met de renner die ja, bijna iemand meenam in de val, maar hij bleef op de fiets. En dan die eerste bocht, Peters, een beetje onorthodox erdoor. En dan over het voetpad recht blijven. Ja, dus renners krijgen zoals gezegd een heel zwaar parcours. Chimonek heeft de kopstart genomen en Duval is de Fransman die opschoof. En deze jongen heeft dan toch een kettingprobleem. Ja, de ketting is eraf en hij heeft er heel veel moeite mee om ze terug op te leggen. Dat duurt en dat blijft maar duren. Leek me Patrick van Leeuwen te zijn, de Nederlander van Orange Babies. Dan zien we Van Amerongen helemaal voorin. En hier heel veel modder. Ja, ja, ja. Simonek als eerste van de fiets. Voor Van Amerongen en Arnoudse, twee AA-drinkmannen. Dan Duval, vierde stelling. Dan wel eens toch met die lopersbenen. En dan verderop kijken naar de Belgische kampioen Sven Nys. En zie je de wereldkampioen in zijn regenboogtrui. Helemaal links, dus zeker één plaatsje of twee plaatsjes achter Sven Nys. Dieter van Toerenhout in de buurt van Wietse Bosmans. En zijn andere BKCP Power Plus mannen die de forcing voeren met Simonek aan de leiding. En Peters gaat al onmiddellijk wisselen. Wissel voor de vissen, wereldkampioen. Ja, Peters is ook de enige dat lang op de fiets is gebleven. Dus de andere renners zijn onmiddellijk beginnen lopen. Dus dat wil zeggen dat ze hun fiets niet vuil hebben gemaakt. En daarom vonden ze het ook niet nodig om die post binnen te duiken. Ja, en ook Marcel Meissen met de wissel, de Duitser van BKCP. En dan is Van Amerongen de nieuwe man aan de leiding voor de Fransman Aurélien Duvel. En daar komt hij dan toch, hè? Ja, ja, ondanks hier is Bart die... Welles. Zogezegde vergeten lopersbenen, Bart Welles met de kopstart. Het is nu al definitief. Hè. Dit wordt een heel, heel zware dobber. Een dus veldloop. Want de retour, René de Rey zou hier zich helemaal in zijn sas voelen. Dus destijds nog veldloper geweest. Dus ja, hoe, hoe,
Bart Welles die even dwars gaat op de Ruppeldijk, maar zijn koppositie nog kan consolideren. En je wou zeggen dat dit hier ooit een veldloop is geweest, hè? Ja, dat is er ook geweest. Dus hier is destijds ook een veldcross georganiseerd, waar dat René dus, zoals daarnet gezegd, tweede werd. En een jaar later heeft hij dus een parcours uitgetekend en hij is veldrijder geworden. Dus tot daar René de Rij. 2:63 was dat. 63, ja. De eerste veldrit. Nijs en Albert in elkaars buurt, met Walsleben daar ook, de Duitser. En Bart Welles, die op dit moment aan de leiding ligt voor Van Amerongen. Simonek, dan hebben we Duval. En dan de rest van het pak. Ook dit is traditioneel in Nielen Passage bij het bedrijf Koek. Ja. Bekend uit welke industrie, Paul? Dat moet allemaal met beton te maken hebben bij Koek. En de renners zullen blij zijn dat ze daar een lus mogen maken. Dus dat is het beste deel van het parcours. Vroeger werd er ook nog een zandbak gecreëerd. Dus, maar gelukkig hebben ze de renners daarvan gespaard. Over vroeger gesproken, zandbak verdwenen, maar dit jaar ook verdwenen de beek. De beek weliswaar zonder water de vorig jaar, maar de beek waarover vorig jaar nog spectaculair gesprongen werd. Dat is waar. Dus Meeuwsen heeft daar een geweldige jump gedaan en mensen toch wel bekoord. En het is net daarom, dus die beek is verdwenen en exact dat stuk land hebben ze omgeploegd. En dat is pas ingezaaid in september. Dus die kleine halmpjes gras waren nog niet sterk genoeg. Binnen de kortste keren zijn die allemaal verdronken en verzopen. Van het moment dat die voeten en tubus te verwerken krijgen. Dus resultaat, een grote, grote slagpartij waar dat heel veel moet gelopen worden. Bart Wellens fietsend aan de leiding van Amerongen, Simonek, Duval. Dan Bosmans, Arnouds, Albert, Nijs, Walsleben, Gilles, Meijzen, Adams, De Knecht, Jouffroy, De Nieuwelaar, Dieter van Toerenhout, Rob Peters, Moeret en Thijs Al zagen we ook nog. Tom van den Bos nog in een flits gezien. Zo defileerden ze langs de Ruppeldijk. Simonek heeft de kop opnieuw overgenomen. Welles nu in tweede stelling. Duval, de Fransman, bedreigt hem en gaat naar de tweede plaats. En de zeer jonge Witse Bosman als vijfde mee voor Albert. Deze wedstrijd telt niet mee voor een regelmatigheidscriterium. Er wordt gewisseld. Duval neemt een verse fiets, net als Simonek, net als Walsleben. Net als Bosmans bedoel ik. Walsleben loopt rechts, ook een wissel van Nijs en Ruben. En we kunnen hier de eerste keer in de Bos Bart Welles bekijken. En die gaat echt tot aan de roepels in de modder, net zoals de andere vele wissels. En we staan bij Danny de Bie. Danny, Bart Welles ziet modder, weet dat hij moet lopen en plots gaat het goed. Ik denk dat dit wel zeker een cross voor Bart is. Het is heel veel lopen. En, natuurlijk, we hebben nog maar één ronde gedaan bijna. En, het is nog afwachten, maar Bart ga je zeker meespelen. Hoe ver zie je hem komen? Ik zie Bart winnen. Voilà, daar, Bart, Danny de Bie. Hij ziet Bart winnen, Paul. Ja, ja, ja. Ja. Dus dat is mooi. Hè. Dat, zo hoort ook een ploegleider te spreken. Ook al weet hij dat Bart dit niet hoort. Dus, maar dit zal ook wel uitgesproken geweest zijn voor de cross. En Bieck kan toch wel zijn renners op bepaalde momenten motiveren. En dit is zo'n moment dat je Bart moet aanspreken van jongen, laat het alsjeblieft nog eens een keer zien. Iedereen zit erop te wachten. Het zou een wonder zijn, zou hij winnen. Dus maar het is mooi, hetgeen dat Bieck voor de geest haalt. Ja, maar intussen is de wereldkampioen wel opgeschoven naar de top 3. Niels Albert daar in derde stelling van Amerongen, nu vierde, Bosmans vijfde. Dan Walsleben 6, Nijs 7, Arnouds 8. Zo komen ze langs het muurtje. Jouffroy 9. En zo gaan we dan richting Stroobalen. Nieuwigheid. Iets dat hier is teruggekeerd in Nieuw. Ja, een nieuwigheid. Dat bestaat al heel, heel lang. Nieuwigheid dus maar, dit jaar. Ja, maar ze hebben daarvoor geopteerd. Dus 50 jaar Nieuw zou wel een klein beetje terug in de tijd gaan. En dat hebben ze dan op deze manier proberen te verwezenlijken. En je kan erover springen. Hè? Kijk, dat wordt gedaan door Albert en Bosmans. En ook Nijs springt. Jouffroy, Arnouds in de achtergrond. En ja, het is kiezen. Lopen of springen? Ja, maar de meesten durven dit toch wel aan. Ook al is dat allemaal ongeveer dezelfde hoogte dan een balk of een zware plank. Maar Nijs, dat is een fijne. Die weet perfect waar dat hij
het spleetje zich bevindt, waar dat de twee strooballen tegen elkaar komen. En natuurlijk kun je daar een klein beetje inzakken. Nijs weet als geen ander dat dat de plaats is waar dat het de lamp brandt. Er vormt zich een heel interessant koppelletonnetje en Thijs van Amerongen rijdt daar nu uit weg. De Nederlander van AA Drink. Mooi van Witse Bosmans. Ja. Hij leidt de achtervolging. Jouffroy, derde positie. En dan zitten we in de straten van Niel, waar de traditionele jaarmarkt natuurlijk ook plaatsgrijpt. Dit is eigenlijk ook de jaarmarktcross, 50ste editie. Volgend jaar bestaat hij 50 jaar. En morgen is het 49 jaar geleden, dag op dag, dat de eerste editie werd georganiseerd. Op wapenstilstand 63. Jouffroy met een inspanning, rijdt dat gaatje dicht en de andere laten de Fransman rijden. Arnouds laat het gat vallen. Het was nijdig van Jouffroy. Wou er wel naartoe, maar zeker niet met heel de meute. Dus hij attaqueerde, tempoversnelling, om eens een eentje de sprong te wagen. En hij slaagt erin ook. Dus, maar het is niet ver. Dus renners komen onmiddellijk wel terug. Het tweede groepje werd aangevoerd door Mouret, waarin we ook de Knecht zagen en visuele kampioen Peters. Duval, voet uit klikpedaal, even corrigeren. Linkbochtje ligt daar behoorlijk glad natuurlijk. Maar voor een prof mag dat geen enkel probleem vormen. Absoluut niet. En het is Walsleven dat het dan moet verkleinen. Het gaatje klein houden. Dus de mannen van BKCP zijn aan het werk voor Niels Albert. Nou, BKCP Power Plus, het sterke blok hier aan de start in deze cross. En Ruben. Op een van de zwaarste stroken van het parcours, 10 centimeter, zakken ze diep in de modder. En die modder die zuigt. We zien ze aan onze neus voorbij komen. Niels Albert, vierde positie, dan Arnouds. De verschillen zijn wat klein of kleiner. Liever, hier komt de Nijs. En dan is dat groepje met Mouret op een seconde of 12. Hier komt dan de Knecht voorbij onze neus. Peters puffen en blazen met de mond wijd open. En Thijs al, die sluit de rij op 8 seconden. Van Amerongen duikt op kop. De materiaalzone in Arnouds, fietsend langs die materiaalzone. Dat is de enige die daar op zijn vehikel blijft. Kijk, Bart Arnouds. En op die manier glipt hij naar de overwinning. Heel knap manoeuvre. Eerste ronde afgelegd in 7.43. Gemiddelde snelheid hier vandaag 22,5 km per uur. Ja, en het gaat vooruit. Dus Bart laat hier toch wel in zijn kaarten kijken dat het haalbaar is. Maar vraag is, kost dit meer krachten dan lopen? En dat is de vraag, want het is wel de bedoeling van het een uur vol te houden. En ja, voor een aanval kan ik het wel begrijpen. Dus maar het is nog lang. De weg is nog zo ver naar de overwinning. Maar toch, hele mooie actie dit is van mooi. Bart Arnouds. Hij is boven en dat is ook wel belangrijk. Ze hoeven het, of ze moeten het bijna nadoen. Nou, kijk hoeveel moeite dat kost voor Albert. En Co. En zeker ook voor Nijs zit helemaal niet in een gunstige positie om zich daaraan te wagen. Van op de kop heb je dus al de weg voor u vrij. En dan is het leuker of makkelijker om boven te geraken. Hier nog eens de manier waarop Bart Arnouds de Rupeldijk bedwingt. Heel gezwind. Dat is erop. Dat is perfect gedaan van Bart Arnouds. Ook goed bezig Bart ondertussen. Dus vorige week op het podium daar in Zonhoven. En dat is zo zoet als een overwinning, zegt hij zelf. Mouret en Duval met zijn tweeën. Ja, van Amerongen gaat daar het gat laten vallen. Gaat daar de boel stilleggen. Je ziet dat ook, hoe hij dat doet daar. Ja. Uitglijden daar toch nog altijd in de slipstream van Bart Arnouds. En van Amerongen kan hij nog altijd afstoppen. In totaal moeten er vandaag 7 ronden afgelegd worden. Dus bij de volgende passage aan de finish hebben we nog 5 rondes. Melles van de fiets. Ja. En kijk hoe je dan hier eigenlijk kan wisselen. Bart loopt niet graag, Bart Arnouds. Dus zolang dat het op deze manier kan, heeft hij nog een klein beetje voordeel. Dan hoeft hij niet te lopen. Hij kan het recht zetten met zijn fietsen. Albert nu voorbij van Amerongen. Bosmans, Balsleven, Nijs. En wissels bij de twee leiders. Duval met de verse fiets. Arnouds met een verse fiets. En iedereen gaat een propere fiets nemen. Natuurlijk, want die fiets is dan toch een beetje lichter, properder. Het geeft een ander gevoel. Ja. Ruben. Duval en Arnouds volgt de wereldkampioen op korte afstand. Dat is een meter of 10. Iedereen lopend in de post. Hier komt Nijs. Dat aangezicht niet meer super fris, maar dat is bij iedereen wel eens puft naar adem. We staan bij Christophe Roodhoofd. Albert is de kloof met de leiders aan het dichten.
Ja, Niels loopt goed en het zijn nu niet echt dichte kloof inderdaad. Ja. Wisselen is het devies? Ja, zeker aan deze kant van de post is het zeker te wisselen. Ja. Aan de andere kant kunnen, als je wel handig bent, toch een stuk rijden, maar ik denk niet dat ze dat gezien hebben allemaal. Voorlopig Duval en Arnouts. Ik vermoed dat de twee grote kanonnen nog zullen komen. Ja, maar ik denk dat Duval, net als op de Koppenberg, hier vandaag toch wel eens kan verrassen. Het is een hele sterke coureur. Een loper ook. Die gaat hier toch ook nog een mooie prestatie leveren, denk ik. Oké, terug naar jou, Renat. Bedankt, Ruben. En ik weet niet hoe dat bij jou zit, Paul, maar ik zit te genieten. Dit is cross uit de oude doos. Nog eens heerlijk ploeteren. Ja. Afgewisseld met lopen. Vrij veel lopen voor een modern parcours. Sommigen zullen er tegen zijn, maar dit is veldrijden zoals het vroeger was. Ja, maar je hoort geen enkele renner erover zeuren. Hè. Dus dit zijn in de eerste plaats de weersomstandigheden die dat meespelen. En ten tweede, zit je niet toevallig in Niel? En daar is dat traditie, schering en inslag van het moment dat het weer tegen zit. Is dat modder, is dat zwaar? En ja, dan is er een pak loopwerk. Dus Nijs komt ook weer in één ruk aansluiten. Dus Nijs laat zich af en toe wat wegdrummen, maar dan ineens is hij daar weer. Dus het kan alle kanten nog uit hier in deze cross. Op naar de tweede, de derde passage over de tweede passage, dus over de stroopballen met Arnouts. En Albert die springt, Nijs die springt, Duval die loopt. En dan zie je dat dat hem toch een aantal meters kost. Ja. Lopen is de mindere optie. Het is ook wel een verhaal. Vroeger een balken dat was voor één iemand weggelegd of voor twee man. Terwijl dat we nu ja, bijna het hele peloton zien springen. Ja, de Fransen niet, hè? Dan Jouffre dan weer wel. Jouffre dan weer wel. Dus ik denk dat er van de top 10 amper twee zijn die dat het niet gewaagd hebben, de sprong. Over de strooibalen. Nou, iedereen heeft nu ook gezien dat het te doen is, die dubbele sprong. Ja. En de wereldkampioen heeft de leiding te pakken. Hier brandt de lamp op de Ruppeldijk. Albert van de fiets moeten. Ajaj. Ajaj. En Nijs naar de kop. Ja, ja, ja. Zonder pardon. Op die helling heeft Albert ook al gevloekt in het verleden. Ja, ja, ja. Albert trapt twee keer tot twee keer toe naast zijn pedaal. Hier nog eens. Ja, daar heeft hij nog niet echt kaas van gegeten. En Nijs daarentegen. Is dat nu de verkeerde strook kiezen of is dat gewoon een kwestie van kracht? Ja, het is een kwestie van... En dan ben je al half gewonnen. Als je kunt in gang trekken, dus je perst er dus alles uit. De snelheid die dat gehaald, ja, dan is het een kwestie van nog maar een klein beetje moeite doen en je bent boven. Het is dan wel zacht uitgedrukt, want het is moeilijk. De regen heeft het heel, heel moeilijk gemaakt. Vanmorgen daarentegen heb ik nog nieuwelingen omhoog zien rijden, dus maar nu. Dus het heeft wel wat teweeggebracht, de regen. Duval kijkt achterom. Ja, de Fransman zorgt hier voor internationale peper in de kopgroep. Nijs wou zijn benen nog even sparen. Dus stond al in positie om van die fiets te springen, terwijl dat hij dus al in volle afdaling was. Sommige renners opteren om onmiddellijk te gaan lopen bergaf. Zag je die inspanning van Bart Welles? Hij werd daar op een 9 seconden getopt en hij probeerde daar eigenlijk een deel van de achterstand goed te lopen. En aanval nu van Sven Nijs. De koers is begonnen. Het is zover. Nijs is in het begin van deze ronde. Bart, onstuimig, schoot uit zijn klikpedaal in volle afdalingen. Gevaarlijk manoeuvre. Mooi gecorrigeerd van Bart Welles. Hier nog eens. Ja. Ja, ja, schuift. En hij vliegt uit het klikpedaal en dan is de kans reëel dat het fout loopt. Met z'n drieën nu. Ja, Albert zet het recht. Kleine achterstand voor Arnouts, die blijft fietsen en op die manier weer aanpikt. Vier leiders nog altijd. Je kunt er af en toe wel eens iets mee recht zetten, maar de vraag is, kost dat krachten? Gaat je daar niet te diep in je reserves tasten en straks tekort schieten? Ja, weer een collectieve wissel natuurlijk. Overuren vandaag in de materiaalzone. Ja, ze hebben dus de anciens terug opgeroepen. Zelfs Lucien Welles teruggesignaleerd in de materiaalpost. Ja, Welles probeert dat gat dicht te lopen met Wietse Bosmans in de buurt. Bosmans vroeg op de fiets. Hij moet zich dan moeizaam op gang trekken. En Welles dan wat verder op de fiets.
In zijn categorie zou Bosmans hier wel de maat nemen van de meeste van zijn collega's. Want hij rijdt op een behoorlijke zesde plaats. Hè. Meer dan fraaie prestatie. De belofte rijden hier vandaag niet apart. Je hebt de junioren daarnet al gezien. Er was ook een nieuwelingenwedstrijd. Die werd gewonnen door de Nederlander Pascal Eenkhoorn. Ze rijden weg, de twee grote. Die Nederlander won voor Cédric Beulens, een Belg. Jari Krolet, nog een landgenoot, werd derde. Zonder pardon, een paar seconden weggereden. Dus maar als Albert dan aansluit, dan gaat bij Nijs ook een belletje rinkelen. En Duval, keer terug. Ja, dat is waar. Drie kampioenen en een AA-drink. En die doet het goed, de AA-drink. Heeft al van alles geprobeerd. Veel langer op de fiets gebleven dan de meeste. Ruben. En bij de ploegleider van Sven Nys, Jan Verstraeten. Heel even de kat wat uit de boom gekeken. De eerste ronde nu wel definitief het heft in handen genomen. Ja, ik denk dat Sven is aan het zien is hoe dat de concurrentie zit. Het is natuurlijk zo dat morgen terugwedstrijd is en dat hem dat toch zo economisch mogelijk moet proberen te doen. Het is een heel zwaar wedstrijd vandaag en er zijn een paar concurrenten vandaag die niet. Dus hij moet toch ook wel voorzichtig zijn voor morgen. Is dat überhaupt mogelijk in deze modderpoel economisch rijden? Dat is natuurlijk een vraag. Hè. Als je heel goed bent en ik veronderstel dat hem dat is, dan is er wel een mogelijkheid om dat toch nog op een zo zuinig mogelijke manier te doen. En ik denk dat hem daar wel mee bezig is. Maar een vijfde gaat hij toch niet laten liggen, hè? Nee, hij gaat niks laten liggen. Zo zit Sven in elkaar. Maar we zullen zien de komende ronde. Ik denk dat hem nu eens aan het voelen is hoe dat het met de rest ook zit. Oké, dankjewel Jan Verstraeten. Ja, voorbij die stroopbalen intussen. En Welles die hier op deze strook natuurlijk afziet. De andere vier hebben daar het voordeel van de numerieke meerderheid. Ja, maar het is, Bart heeft geluk. Het valt een beetje stil. En hij heeft de kans van zijn leven om terug te keren. Kijk hier, prachtig beeld. De hoge drukreiniger en daarachter het gewoel. De strijd tussen de mechaniciens bij de fietswissels. Okay, dat Bart, is belangrijk. Snok hem nog eens een keer in gang. Het is 4 seconden. Ja, dan is dat de helft minder van de 9 van daarnet. En dan zit de aansluiting eraan te komen. Jawel. Dan krijgen we 5 leiders op 4 ronden van het einde. 2 kandidaten om het record hier te evenaren. Sven Nys en Bart Welles kunnen de Jaarmarktcross van Nie voor de 5e keer winnen. Nog 4 ronden. Arnouts gaat die volgende ronde op kop in. En dan zijn dit nu de achtervolgers. Aangevoerd door Moeren. Bosmans in de schaduw. Walsleben hangt ertussen. De knecht op de achtergrond. Achterstand van Moeret, 16 seconden. Walsleben op 19 seconden voorbijgekomen. Dan krijgen we de knecht. De knecht met Van Amerongen, dat is op 25 seconden. Bart Arnouts opnieuw de kop gepakt. Hier Walsleben. Een slagveld. De loopgraven van Nien. Al is het pas morgen wapenstilstand. Geen Tom Meeuwse overigens ook vandaag. Heeft hier nog zijn verkenningsronde gedraaid. Maar die gekneusde rib, gevolg van de val in de kuil van Zonhoven, was er te veel aan. Te veel pijn en forfait voor het hele weekend voor Tom Meeuwse. Een opdoffer. Hij kan het ook, Albert. Hij is bovengereden. Op een fraaie manier, maar Nys mee natuurlijk. Nou, met z'n tweeën nu weg. Het gaatje is gevallen. Duval moet daar een eerste keer wat moeilijkheden serieus corrigeren. Hier nog eens. Dat is mooi boven. Nys ook. Duval van de fiets. En dat kost enorm veel seconden. Dus dat ziet je. Dat is terugwerken om terug te komen aansluiten. Duval heeft dan weer geluk dat het echt niet voluit is dat ze rijden vooraan. Maar dan verlies je toch makkelijk 10, 15 meter mee. Hè? Van de fiets moeten. Sterker nog, dat zijn 3 seconden kunt je daar mee prijsgeven. De wereldkampioen en de Belgische kampioen. Bij Huize Koek. Nou, Duval gaat nog terugkeren. Hij mag terugkeren. Bart Arnouts en Bart Welles moeten opnieuw in de achtervolging. Welles natuurlijk serieuze inspanning geleverd om weer voorin post te vatten. En net op dat moment gaat de wereldkampioen dan even uitpakken. Want de koers is nog niet gedaan. Nee, en het is ook geen probleem dat Duval nog eens een keer zou terugkeren. Renners hebben al lang de maat genomen van waar plooit hij, waar is de grens, welke limiet kan hij aan. Duval, de man die de
tricolore trui veroverde in Frankrijk na een spurt met 5 voor Chanel en Mouret. Strompelt daar even op het strookje bergop en glibberend ook Bart Aarnouts. Maar Albert en Nijs zetten op dit moment de puntjes op de i. Ja, Renner die daar bijna over de balustrade ging. Witse Bosmans kwam daar vrij brutaal ten val. Zat bijna van voor op het stuur van zijn kopman. Ja, hij zag het, hè. Hij zag het gebeuren. Hij schrok even. Wij ook. En het stuur moet rechtgetrokken worden. En Bosmans krijgt dat stuur dan recht. En hier zien we dat nog eens gebeuren. Over de kop. Pardoes over de kop. Dat is wel straf. Wie dat daar ten val komt, want daar liggen echt van die zware rubberen matten die dat dus helemaal niet slippen. In een spoor terechtgekomen. Wie zal het weten? Wie zal het weten? Richting materiaalpost alweer. Dan gaan we hier wisselen, Ruben. Inderdaad, met Albert en Nijs. En er wordt volop gesleuteld aan de tactiek wat het materiaal betreft. De ene vraagt wat minder druk. Sommige anderen zijn niet gestart op Rino's. Ze hebben dat nu wel gedaan. Bart Welles bijvoorbeeld. Minder druk in de banden heeft hij gevraagd. Hier komt hij nu aan onze neus voorbij op 12 seconden in het gezelschap van Aarnouts. Daar komt dan Mouret. Die ziet Welles voor zich uit en kan daar misschien nog maar naartoe. Al is het puffen en blazen. Duval kijkt achterom. Amai, ja, Duval die wordt elke ronde een centimeter kleiner. Zo kapot is hij aan het gaan. Hè. Ofwel zakt hij te diep in de grond, dat kan ook natuurlijk. Maar hij staat helemaal stil. Hij stond daar helemaal stil. En als dat van die centimeter klopt al, hij was 1,77 meter bij het begin van de wedstrijd. Ja, maar hij is er niet goed van. Dus heeft al een paar keren gecounterd op Albert. Dan weer op Nijs. Iets te onstuimig geweest. Maar ondertussen is de leeuw al lang getemd. De haan, hè. Ja. Op de kasseitjes. Welles gaat dat gat nog eens dichtrijden, maar vraagt hij nu ostentatief om steun. Aarnouts moet dat dan doen. De Knecht en Co over de strobalen. Van Amerongen springt. Beetje met horten en stoten. Jouffroy, ook Peters gaat erover, ondanks dat rugprobleempje. Op de Nieuwelaren nog net in wild. De man uit Woesten. En Albert hier is kijkt achterom. Ja, Welles, maar hij krijgt geen steun. En Bart Aarnouts moet daar even verstek geven. Dat is een goed teken. Als je steun vraagt en die komt er niet, dat wil zeggen dat het tempo hoog genoeg is en dat je zelf over goede benen beschikt. Doe het maar zelf, Bart. Hij rijdt het dicht, hè. Ja, ja. Hij gaat het dichtrijden. Dan krijgen we terug 4 leiders. Het verschil tussen de twee duo's is op dit moment 2-3 seconden. Duval hier afgeklokt op 8 seconden. De chrono van Meegang. En dan hier de twee mannen van Telenet Fidea, Jouffroy en Peters. Welles en Aarnouts er nog net niet bij. Maar de vraag is dan, als ze erbij komen natuurlijk, hoe lang? Op het slechtste moment van de omloop. Hè. Dus, want dan komen ze net weer aan die lange looppassage richting materiaalpost. En dan is het weer ieders voor zich. Dus een traag lopen. Traag rijden, dat doen de renners wel eens af en toe. Maar lopen niet zo vlug. Dus dan gaat ieder zijn eigen tempo rijden. Of lopen. Beter gezegd. Met z'n vieren in hetzelfde beeld. De nummer 5 ook van de fiets nu. Duval. Voorbije ronde ging in 7.49. Dat is de op 1 na snelste ronde. Elke ronde gemiddelde van boven de 22 en Ruben van Gucht in de modder. En het regiment van BKCP-renners wordt stevig uitgekomen. Toerenhout is er uitgestapt. Welles nu op gelijke hoogte met Nijs en Albert. Dit wordt een leuke driestrijd. Aarnouts blijft in het zadel en Duval, zoals jullie al vaker zeiden, die weet echt niet meer van welke parochie hij is. Dieter van Toerenhout dus uit de wedstrijd gestapt. Dat was de voornaam die door die technische storing even wegviel. Sven van Toerenhout overigens hier niet aan de start verschenen. Oud in de lappenmand met een spierscheur. Ja, het is een blessureseizoen aan het worden als je het allemaal op een rijtje gaat zetten. Veel veldrijders met lichamelijke problemen. Ja, verklaring. Niet voor de geest kunnen halen, zoiets. Nijs die dat versnelt. Op de juiste moment natuurlijk. Weer zijn heuveltje. En Albert was verrast. Welles, van de fiets. Ja, maar nu was Albert wel mee. Hè. Hij moest op een bepaald moment nog gaan inhouden. Dus dit was een hele sterke passage van Niels Albert.
Welles probeerde te anticiperen. Maar het feit dat Albert eigenlijk Nijstier kan riposteren, is goed nieuws voor Albert. Want daardoor valt het weer even stil. En zo is Welles terug. De drie tenoren van de dag. Maar je kunt het niet nalaten om niet mee te schuiven. Dus en, Albert beseft dat beter dan wie. Ik moet hiermee. Albert is wel wakker aan het worden. Hè. Dus iets wat je van hem niet zomaar kunt zeggen. Daar in Zonhoven, dat werd ook op een bepaald moment... Ja, kwamen ze dus echt tegen elkaar aanleunen. En daar waagt Albert zich niet vaak aan. Dus het is een vent aan het worden in de cross. Was hij al, hè, toch? Paul? Dat is hij natuurlijk, ondanks al hetgeen dat hij al gewonnen heeft. Dus, maar hij is nooit de man geweest die dat komt leunen of is iets raar doet. Het is altijd maar zuiver klasse, recht toe, recht aan. Loep, zuiver. Maar nu ondertussen, ja, hij kan het nog net meepikken van al hetgeen dat hij ziet van hoe dat Nijs het af en toe doet. Opnieuw vier leiders. Bart Arnouts heeft de aansluiting opnieuw kunnen maken. Nijs op de plek waar Bosmans daarnet spectaculair over de kop ging. Nijs op 1, Albert op 2. Welles op 3, Arnouts op 4. Glibberen naar beneden. Kijk hoe Nijs daar het afstapje deed. Mooi. Ja. Dat wil zeggen dat hij nog met één voet ingeklikt is. Die voet moet er dus nog uit geraken. Dus en van het moment dat dat is een keer hapert, dan ligt hij dus een etage lager. Techniek. Ja, die stroopbalen zijn toch een toegevoegde waarde op dit parcours? Ja, voorlopig houden ze stand. Ook al is het wel, zijn er wel plaatsjes waar dat het echt wel makkelijk wordt. Het is dan ook nat geworden, het strooi. Door het veelvuldige gebruik, nieuwelingen, juniors, dames... zijn ze toch al een kopje kleiner gemaakt. En dat scheelt al snel 5 à 10 centimeter. Dus ze komen goed weg, maar het is mooi dat je kunt er je niet op bezeren. En het is wel een leuke bezigheid voor de meesten, want ze kunnen het allemaal. 16 zet de kampioenen onder druk. Ja, hij doet het goed, Bart Arnouts. Smokkelt hier een paar lengtes. En Welles gelooft ook nog altijd in een terugkeer. Geeft nooit af. Mouret, sterkere monte. Duval, al 8 keer doodgegaan. Maar nog altijd in koers. Mouret, nooit te onderschatten. Van de fiets. Dit is een hele lange loopstrook. Ook Arnouts dringt nu niet meer aan. Al fietsen bedoelen we dan. Al lopen doet hij dat des te meer. Ja. Hij heeft kortere benen, maar kijk hoe hij vooruit gaat. Ja. De schoonzoon van Kees van der Wereld. Een Hollandertje dat ook wel wist wat crossen was. Vele koersen gewonnen, kampioen van Nederland. Wisselen, proper fiets en Ruben. En Arnouts, die ruikt misschien wel een mooie ereplaats. Waarom geen overwinning? Het is wat anders dan Woerden, maar heeft natuurlijk twee kleppers aan zijn wiel. Al geven die misschien nog niet volle pond, alles op de laatste ronde. Hier komt wel eens, dat verschil is klein. 6 seconden, dan krijgen we Mouret, onlangs gevallen in Marle, maar hij is terug topfit. Heeft de verzorger ons meegedeeld. En Duval nog net aan die voeten of in dat spoor van de Mouret in 6e stelling. Arnold ziet nog altijd met een kleine voordeel, maar kijk naar de techniek van Niels Albert. De wereldkampioen gaat erop en erover. En dan moet Nijs riposteren, want dit is een aanval van de wereldkampioen. Door het water richting stroopbalen. Ja, dit is voluit. Dit is voluit gaan. Een aanval van de wereldkampioen. Die beseft dat hij Nijs moet kwijtspelen voor een mogelijke eindspurt. Ja. Hij begint er dus heel laat mee met Nijs af te maken. Dus heeft daar ronde de tijd voor gehad, dus maar heeft het altijd gelaten. Ruben. Heel even Paul aanvullen. Niels Albert vroeg om de fiets stevast op een ander tandwiel te zetten. Kroontje 27 vroeg hij. Aha. Ja, dat wil zeggen dat hij dus onmiddellijk de sprong gaat wagen. Dat hij dus zelfs in de materiaalpost misschien gaat trachten te rijden van het moment dat hij een nieuwe fiets gekregen heeft. En dat is een teken aan de wand dat daar gaat iets te beleven zijn. Het gas helemaal open. En het kind van de rekening daarvan is Arnouts. Moeizaam over de stroopbalen daar. De benen dan toch aan het leeglopen. En het duel bij het ingaan van de laatste ronde zit eraan te komen. Nog even verstoppertje spelen, wat heet verstoppertje. Even linkerballen, niet voluit doorgaan op kop. Dit is de strijd om de vierde plaats tussen Welles, Mouret en Duval. En dit is de strijd voor het podium. Arnouts kan van deze windstilte tussen de twee tenoren misschien nog profiteren om terug te keren. Moer.
En een aanval. Ja, erbij komen en onmiddellijk demareren. De twee toch zo lastig mogelijk maken. Laatste ronde. Nog een minuut of acht wedstrijd. De wedstrijd zal uiteindelijk niet al te lang duren op die manier. Ze geven hem toch geen ruimte. Ook al rijden ze dus een halve kilometer per uur rapper door de modder van het moment dat het erop aankomt. Hij krijgt geen kans. Ja, de zesde ronde ging in 7:54. Krijgen dus zeven ronden. En de voorsprong is behoorlijk. De eerste achtervolger nu aan de streep voorbij op 25 seconden. Welles & Co. Dit is het podium. Maar wie staat er straks op 1? Op het moment. Albert en Nijs die gaan wisselen. En Arnos die dan fietsend verder ploetert. Maar voordeel levert hem dat niet op. Albert komt als eerste uit de materiaalzone. Hij heeft een gat weggelopen. Hard. Heeft een gat weggelopen tegenover Sven Nijs. Amai. Kan hij dat houden? Dus, want binnen de kortste keren van het moment dat hier renners links lopen, komt die verraderlijke helling eraan. Maar daar was hij daar straks zo sterk. Grote plateau, 27. En op gang trekken nu. Wilt gewinnen. Oei. Niks aan te doen. Hij is weg. Ja, ja. Albert gaat zijn eerste winnen in Niel. Man. Dit mag niet meer fout lopen. Weer een wereldkampioen die dat dus op het hoogste schavotje staat. Nijs probeert hij nog, maar moet dan van de fiets bij de laatste passage op de Ruppeldijk. En op deze manier ligt de weg helemaal open. Er is geen klotenbrug meer in de buurt. Daar rijdt hij nu op bij Koek. Sterk nummertje. Van de Dijk, geen fouten meer maken. Dat is de opdracht voor Niels Albert. Recht blijven. En kijken naar de voorsprong. In de mum van tijd heeft hij een dijkvoorsprong. Het is ook een dijk van een wedstrijd voor Niels Albert geworden. De Ruppeldijk. Bekende tragere start, dan toch comfortabel voorin gekomen. Gecontroleerd het gebeuren. Hij keek recht in de camera. Hij rijdt nu recht naar beneden. De wereldkampioen. Ja, die blik verraadt ook de inspanning van de dag. Ondertussen al 12 seconden ver. Dat was de plek waar hij ooit in de clinch ging met het publiek. Ja. Tak. 20 seconden de achterstand. Dat is een kleine chicane. Of wat het ook mag betekenen. Fransen hier. Die is Welles daar dan al voorbij. Jawel. Zo lijkt het op. Ja, want hij heeft de Nijs bijna te pakken. Remonte in de slotfase van Bart Welles. Die nog een gooi doet naar het podium. En de Belgische kampioen moet zich daar nog reppen. Want Arnouts is ondertussen ook weggereden van hem. Mm-hmm. Ja. Maar Nijs heeft nog wel dat stuk strooibalen. Waar dat hij heel sterk is. Ja, maar Welles doet er alles aan, hè, om nog op dat podium te eindigen. Zou chic zijn ook. Maar krijgt het daar lastig. Ja. Bijna. Even dwars. Ja. En dat zijn... Spaarde daar nog een Jack Russell. En dat is niet Lars van Haar, want die is niet van start gegaan. Ja, het verschil is te groot. Dat moet Nijs in principe kunnen vasthouden. Arnouts in elk geval op weg naar een knappe tweede plaats. Albert, laatste keer jumpend over de stroobalen. Geen probleem. Welles, de laatste inspanning. Een ultieme gooi naar het podium. Ja, het zal moeilijk worden. Het zal van Nijs afhangen. Of dat hij nog wil trappen tot aan de aankomst. Arnouts, daarnet een beetje moeizamer jumpend. Komt er nu vlotjes snelheid, over. Snelheid van Nijs. Ja. Hij maakt er strooi van, zou ik zeggen, maar het is al strooi. En ook Bart netjes springend om het af te ronden. En Albert is ondertussen aan het genieten. Tussen aanhalingstekens. Want het blijft hoe dan ook een inspanning. Maar de posities liggen vast. De wereldkampioen gaat de kroon op het werk zetten. Niels Albert kon hier nog nooit winnen. Hij heeft hier alles meegemaakt. Is hier uitgejouwd geweest door het publiek. Ja. Lag hier verbaal ook in de clinch met Nijs op een bepaald moment. Maar is dit dan
de Wiedergutmachung eigenlijk wel. Hè. Het gebeurt niet op wapenstilstand, wel een dagje eerder. Maar de kroon op 50 jaar, Niel, op een halve eeuw geschiedenis. De wereldkampioen is de beste van de dag in de jaarmarktcross. Hij wint in Niel en pakt zijn zesde overwinning van het seizoen. Sterk gereden, netjes afgewerkt. Niels Albert, zes overwinningen dit seizoen nu. En Arnouds met een hele mooie tweede plaats. Plaatst zich tussen de twee topfavorieten. De duim omhoog, derde in Zonhoven en tweede nu in Niel. Op een dozijn seconden van de wereldkampioen, dan de Belgische kampioen. Nog op drie. Sven Nys bolt uit en wordt derde op 1,22 seconden. Bart Welles net naast het podium. Nog een jaartje wachten is het voor Welles of Nys om hier de vijfde te scoren. En de Fransen gaan dan 5 en 6 worden. Goed van de mannen. Mouret vijfde, Duval zesde. Van Hamerongen. Lijkt op weg naar de zevende plaats. Nog een man van Adrink in de top 7 met Van Amerongen. En dan het spurtje voor de achtste plaats. Gaat tussen De Knecht en Walsleben. En dan is het de Nederlander die daar simpel achtste gaat worden. Negende plaats voor Walsleben. En dan wordt de top 10 vervolledigd door Rob Peters, de vice-wereldkampioen. Jouffroy gaat 11e worden. De nieuwe Laren maakt het dozijn rond. De nieuwe Laren wordt 12e. Maakt het truitje nog proper. Styling concept. En de man die 13e wordt is van over de streep, Patrick van Leeuwen. Hier nog eens de overwinning van Niels Albert. Die dan uiteindelijk vrij simpel wegliep van Sven Nys, zo leek het. Ja, dus was rondelang daarmee bezig. Eén keer heel stevig doorgelopen. Een gaatje van 15 meters genomen op Nys. En dat uitgediept, dus omdat hij ook op de Ruppeldijk boven geraakte. En dan ja, toch wel wat seconden nog eens extra kreeg. En dan hield Nys het voor bekeken. Zomaar weggelopen tot, 20 seconden op een bepaald moment. Hier nog eens het verdikt. Vier Belgen op de eerste vier plaatsen. Albert, Arnouds, Nys en Welles. Dan de eerste Fransman op 5. Mouret, Duval nog een Zuiderbuur op 6. Van Amerongen de eerste Noorderbuur op 7. De Knecht, de tweede Nederlander op 8. Balsleben, de Duitser op 9. En Rob Peters is de vijfde Belg in de top 10. De nieuwe Laren dan 11e. En Van Leeuwen 12e. Albert, je doet jezelf uiteraard een groot plezier. Maar ook de organisatie, hun 50ste editie, wordt gekleurd door een wereldkampioen. Vertel eens jouw verhaal van de wedstrijd. Ja, we hebben, denk ik, zowel ik als Sven, vandaag een beetje gekoerst met het oog op morgen ook. Er is een belangrijke concurrent die hier vandaag niet is, waar we toch mee rekening mee gehouden hebben een beetje. Voor morgen dan, we hebben de koers kop over kop gereden, dan Bart Arnouds en Bart Welles kwamen terug. En dan wist ik dat ik op het einde het verschil kon maken. Ik had eigenlijk een hele goede dag en ik voelde dat ik denk ik wel de betere loper was van ons drie. En ik moest gewoon proberen van de rest te versmachten op de loopstroken. En voor de rest was er hier vandaag niet veel kunnen aan. Het was lopen en stoempen en dat is iets wat ik wel kan. De eerste in Niel en daarmee misschien een klein beetje revanche is een groot woord genomen op wat hier de voorgaande jaren gebeurd is. Ja, misschien wel een beetje, maar dat heeft er niet veel mee te maken. Ik ben dit seizoen precies bezig aan de cross die ik van mijn hele carrière nog niet heb kunnen winnen, van die te winnen. Dus ja, voor de rest vind ik Niel eigenlijk altijd een hele mooie koers voor heen te komen. Er is veel volk en een beetje de sfeer op de Ruppeldijk is altijd wel mooi. En ik kan je nog goed herinneren dat ik als broekje van 18 jaar op 5 seconden tweede werd van Sven Nys. Dus ja, Niel heeft me altijd wel een beetje gelegen. Een paar keer de voorbije weken de strijd man tegen man tegen Sven Nys moeten het onderspit delven, ofwel door een sprint of iets anders. En nu win je dat man tegen man duel. Dat is goed voor de moraal. Ja, ik denk dat de verleden weken op de Koppenberg Sven beter was. In Zonhoven waren we echt aan elkaar gewaagd. En
daar was het een beetje duwen trekken. Nu vandaag win ik in een man tegen man eigenlijk duel. Met dan Bart Arnouts en Bart Welles bij. En morgen gaat het weer helemaal iets anders zijn. Morgen kan het weer een duel zijn, maar ik verwacht morgen toch wel de twee frisse mannen van Sunweb die de koers toch wel mee gaan maken ook. Ja, voor ons, voor mij kan het weekend al sinds al niet meer stuk. Ik win een van de twee crossen van het weekend. En wat er morgen gebeurt is meegenomen, dat dat nu een klassementscross is of niet. Ik win vandaag een mooie en dat staat mijn palmarès, dus dat is het belangrijkste. Arnouts, hoe hoog schat je die tweede plaats in? Ja, in mijn geval wel hoog. Hè. Ik kon vorige week al een keer op het podium rijden, vandaag terug. Op een parcours wat de voorgaande jaren wel wat te zwaar was voor mij. Maar vandaag ging het super en ik kon op plekken rijden waar er anderen toch wel aan het lopen waren. En daardoor kon ik denk ik iets langer mee dan normaal. En de laatste 2-3 ronden voelde ik wel dat het podium erin zat. En als Niels en Sven doortrokken, dan moest ik mijn eigen tempo blijven rijden. Dat is ook zo de voorgaande koersen, dus dat wist ik wel. Maar ik kan dan wel mijn eigen tempo vasthouden. En ik kon terugkomen en dan heb ik de laatste ronde gewoon een keer geprobeerd. Ik denk ik kan beter op kop het veld indraaien dan in het wiel bij die twee. Dus zo heb ik het geprobeerd en het kwam goed uit. Dus voor mij is een podium echt fantastisch. En ik hoop het de volgende week hopelijk dan nog te kunnen herhalen. De vorige jaren waren zeer zwaar, zei je. Ik had de indruk dat het vandaag ook het geval was. Jawel, maar dit is eigenlijk mijn beste koers in een zware omloop tot hiertoe eigenlijk. Meestal kwam ik hier echt wel vermogen tekort, maar vandaag kon ik aardig in de buurt blijven. Dus daar ben ik echt wel heel tevreden mee. Ja, nee, het is een lastige koers en dan moet je toch even van me komen, want er is niet zo heel veel tijd tot morgen 3 uur. En goed herstellen en zorgen dat je morgen weer fris aan de start staat. Had je snel het gevoel dat Niels een klasse beter was vandaag? Nee, niet echt. Hij had een paar keer geprikt en ik had het gevoel dat ik kon antwoorden. Maar hij is gewoon net dat tikkeltje de betere loper van mij. Ik voel wel als het echt op de fiets te doen is dat ik zeker niet moet lossen vandaag. Maar hij loopt heel snel en hij kan ene keer echt iets uit de benen schudden waar ik de laatste ronde niet kon op antwoorden. Dus ja, dan weet je dat je voor de tweede plaats koerst. En ik kwam ook niet boven bij de Talu de laatste ronde. En het beste was er wel af. En Bartje deed het heel goed voor de tweede plaats. Dacht even aan de strooballen dat ik er nog naartoe kon. Maar het gat was net iets te groot. We hebben wel een ouderwetse cross gekregen met een man of 6 diep in de finale. Dat is goed voor de cross. Ja, dat is goed voor de cross. Maar je ziet ook dat het is geen klassementskoers is. En je doet een hele zware inspanning in dat modder. En wat zie je dan? Dan is het even van herstellen, proberen naar die volgende strook te gaan. En dat heb je, dat is het verschil met een klassementskoers. Dan kom je op de weg en dan spurten ze vol een bak door. Met het gedacht van we zien wel waar we uitkomen. En nu is het toch iets of wat berekender. Dan komen er wel wat terug. Maar aan het eind van het verhaal wint wel de beste de koers.